Het is Koningsdag. En als Koninklijke Marine laten we dat natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. Het Koningshuis heeft een nauwe band met Defensie. Zo zijn alle marineschepen zijner majesteitsschepen. Mocht je je ooit hebben afgevraagd waar ZRMS voor staat, zijner majesteit Holland. Bijvoorbeeld. Of Hare Majesteit, als we een koningin hebben. Koning Willem-Alexander is zelf ook marineman. Als staatshoofd is hij geen actief militair meer. Maar je hebt hem vast wel eens in uniform gezien. Op 18-jarige leeftijd is hij hier op het KIM begonnen met zijn opleiding tot marineofficier. En de rest van zijn diensttijd heeft hij op onze marineschepen vervuld. Het is traditie om te joelen met Koningsdag. 3 keer hoezé, met zoveel mogelijk militairen bij elkaar, waar we ook zijn ter wereld. Nu met corona, houden we nog even afstand. Maar, majesteit, als u kijkt, namens de gehele Koninklijke Marine, van harte gefeliciteerd.